Toen je dus in die fase, dat je, dat, je, dat je dacht dat de ton misschien wel niet ging komen. Mm -hmm. Want die kwam na papierwerk zeker niet meteen. Nee. Want was juist, eigenlijk ging je toen de taaie periode in. Ja, man. Achteraf was hefvermogen juist de beste een periode, piekmoment. Ja. En toen was het heel lang taai. Ja. Maar ook, ook moet je ook nog in, in mind houden dat we echt fucking lang... Dus dat is hefvermogen en papierwerk zat volgens mij 2,5 tweeënhalf twee jaar of zo. Mm -hmm. Wat toen ook kon. Ja. Wat toen ook, ook en kon, en half, ja. ja, man. Wow. Um, dus het is echt een lange periode geweest. Ook van, ook, dus maar die goede periode was ook lang, maar die fokte periode. Wat, was dacht ook lang. wat dacht je toen? Wat dacht je toen allemaal door je hoofd? Want je, was wel, je had wel die bekendheid. Het is, me, weet je toch, ik weet niet dat mensen me verkeerd begrijpen. Ofzo. Ik was niet skeer. Of, of, nee, nee. Ik, weet nee. Toch, ik heb altijd wel gewoon gesurvived vanuit de muziek. Of weet je toch, op muziek. Ik waren natuurlijk dagen dat ik wat minder had of zo. Maar ik ben gelukkig nooit echt. Fucking scare geweest of op uh, straat geslapen of uh, dat ik weer uh, rare shit moest doen of zo, snap je? Ja, ja. Nee, dat niet. Maar er was die droom van de ton en dat gaat dan niet over 100.000 euro, maar over dat gevoel van nu is het safe. Dat was dat gevoel toch van ik kan safe zijn op een ja, gegeven moment. Ja. En toen dat even leek, dat leek een tijdje waarschijnlijk een, weer ineens heel onwaarschijnlijk. Ja man. die oh. periode was dus de levenperiode. Man. Ja omdat ik toen. Uh... Ja, ik had toen een vriendin, een vrouw, een vriendin. En uh, ik was weer <laughs> geëindigd op de zolder van mijn moeder. En. Uh... Uh, ja, dat was gewoon echt een hele fucked up periode in mijn, mijn lijf. Gewoon ik dacht van: hoe de fuck ben ik? Hoe fuck kan ik hef zijn als ik daar buiten mijn foto's maak met mensen? En dan woon ik op de fucking zolder van mijn ma, je weet toch? En dat ging, zeg maar, mentaal ging dat heel erg met mijn werk dan. En uh, op een gegeven moment ga je gewoon alles om je heen haten. Hoe je wakker wordt, haat je. Hoe je gaat slapen, haat wat je. Wat je eet. Ja, toch. Waar je kleren leggen, haat je. Um, mensen. Mensen ga je haten. Studio's ga je haten. Muziek. Beats vind je niet meer tof. Um, shit, wat je gaat zeggen. Maar ik, dacht, ik heb eigenlijk zoveel. Ik heb al een keer gezegd in een interview: dat ik heb zoveel spijt dat ik die pokoe de wereld ingeholpen heb, zeg maar. Oké. Okay. Kut leven? Oh ja? Ja, omdat. Dat is eigenlijk niet iets wat, wat je wilt. Het is, is, is tegelijkertijd ook wel een, een feeling die je kan hebben, maar het is niet iets wat ik zeg maar, graag zou willen achterlaten of zo. Weet ik weet niet dat mensen mij per se um, gaan rememberen om kut leven. Zou je nu. Heb je spijt van die tatoeage? Nee, die tatoeage niet, man. Want, wat vertegenwoordigt dit tot, tot waar? Dat was gewoon voor mijzelf. Snap je? Dat is gewoon voor mijzelf. En hoe, je daar dan, hoe een, iemand anders daar dan tegenaan kijkt, of wat, hoe die dan geïnspireerd kan worden, door dat, zeg maar, dat is zijn eigen. Maar dat is toch net zo met die poppen? Ja, maar die zet je wel op internet. Je schiet er wel een clip bij. Jawel, maar ik bedoel gewoon meer mensen kunnen dat plaatsen in een tijdsgeest en denken: oké, okay, cool, ja, dat was hij toen. Dus... En als je dan kijkt naar jou nu, dan kunnen mensen zien: oh. Sik, je kunt dus wel... Dat is, ja, precies. Dat is dus de, 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 de tweede scenario. Wat ook gewoon cool is. Maar het liefste... Als ik het kon, had ik het niet gedaan. Als ik het kon veranderen, had ik het niet gedaan. Ja. En wat was het moment voor jou waarop je dacht van... Oh, nu trekt het toch weer aan. Nu gaat het toch, toch weer de goede kant op. Uh, eigenlijk met geit geitpas, man. Uh, eigenlijk met geit geitpas. begon met... spanker. Uh, begon met Meer met, spanker, mee, met spanker te hangen. En we begonnen pokus te maken. ik was nog heel zoekende, gewoon. In de zin van waar, wat is mijn plek. Ik denk dat de scene zelf ook nog heel erg aan zoekende was. En nog ook niet echt iedereen een plek had gegeven. En dat het daardoor ook voor mij moeilijker was om een plek te vinden. Snap je? Omdat als de kaas die op dat moment groter als mij zijn. nog niet zelf een rank hebben. Hoe de fuck ga je mij ranken? Weet je uh, ja, dat was gewoon dat, dat, die periode, snap je? En, en met, met geit heb ik gewoon heel veel zelfvertrouwen weer gewonnen. Ik vond mezelf weer tof. Ik vond mezelf weer tof klinken. Spenker kon me heel goed uh, mixen. Um, hij liet me zingen. Autotune vond ik tof. Ik vond, het, ik vond in de studio zijn weer tof. Um, ik was weer, ja, gewoon money aan het maken. Um, mijn kleine, die was geboren. Um, ja, allemaal goede dingen in mijn lijf komen. Ja, en... Ik denk dat... Ja, gij, toen Gijt binnenkwam op vier uit mijn hoofd... had ik zoiets van... Oké, okay, ja, man, we kunnen nog. Door. We kunnen nog. <laughs> je ja. dacht van... Als die top 10 binnenkomt, dan kunnen we nog. En, en, en... Het voelt nu voor mijn gevoel... Het voelt voor mij nu bijna alsof je nu... je meest solide moment eigenlijk hebt sinds de hef mogen nu zeker man ja toch zeker man Omdat je nu gewoon <coughs> ik snap het nu man ik snap die ik snap ik wil niet zeggen die gema helemaal want ik ben nog gewoon veel aan het leren maar ik snap wel gewoon hoe hoe jij yeah, hoe ik, met wat, hoe ik met, met wat ik met hef moet doen en hoe ik hef in de in 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 de in de in de markt moet zetten dat snap ik gewoon nu heel goed omdat ik gewoon ja ik heb alles meegemaakt toch goede goede shit fucked up shit Zeg te zien gaan op alle, allerlei manieren. Um, ja, dat heeft mij gewoon heel veel informatie gegeven. Waardoor ik nu gewoon heel goed weet wat ik, wat ik moet doen. En los daarvan... Um, ben ik ook ouder geworden. Uh, slimmer misschien. Ook Domer. dommer misschien soms. <laughs> je ja, weet toch? Uh, nu dommer dan toen bedoel je? Ja, niet per se dommer dan toen. Maar ik denk gewoon zeg maar hoe, hoe slimmer je bent. Hoe, zeg maar, als iemand, iemand die dom is... Op een gegeven moment valt dat niet meer op. Maar als je slim bent en je doet één keer iets doms, dan mm -hmm. voelt dat heel... Ja. <laughs> Kom, ja, als je de hele dag dom doet, dan weet je niet meer zo goed ja, wat het je. verschil is tussen heel dom en een beetje dom. Snap je? Dus soms, heb ik, soms betrap ik mezelf gewoon op een beetje dom zijn. En dan denk ik van, ah oh shit. <laughs> dat doet het meer pijn alsof... Als, weet je toch? Ja, ja. Um, dus ja, Geit, man. Geit heeft, geit heeft, echt me, heeft me echt... Uh... Ook die naam, weet je... Was voor mij allemaal, alles viel op zijn plek of zo. Man. Durf, je, durf je jezelf zo te noemen? Of kijk je ook zo naar jezelf? Nee, ja. Ja, ja, nee, ik weet niet, man. ik, laat niet. ik zeggen objectief. Dus nu vanuit je tussen aanhalingstekens functie. Je weet toch, als je nu een rijtje moet maken van. van, van goats. We hebben dit gesprek natuurlijk ook al wel een keer gevoerd. Maar niet per se over jou, maar gewoon in het algemeen. Kun je dan niet zeggen van ja, oké, okay, ja, ja, dan, dan ding ik mee? Ik had laatst op Instagram had ik gezet. Het ging eigenlijk over sticks toen hij jarig was. Toen ik van ja, als je rekent impact op de scene, relevantie over een periode van tijd, uh, party of work, dus hoeveel werk je hebt geleverd, en zeg maar dat wat je als rapper hebt betekent voor rap. Wat je hebt gedaan met techniek, flow, delivery, uh, content, dat je waar je het over gehad hebt. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan... Voor mij dingen er maar een paar mensen mee dan. Want en da daarin zei ik ook, eigenlijk mag je iedereen van de afgelopen vijf jaar niet meerekenen nog. Omdat we moeten nog zien hoe lang ze ja. dit kunnen doen. En ja. daarmee bedoel ik niet te zeggen dat ik verwacht dat heel veel van de, laat ik zeggen, de grote namen van nu af zullen vallen. Maar wel van ja, dat moet wel tellen, denk ja. ik. Zeker. Zeker. Dat is niet dat het de enige eerlijke, eerlijke manier is zeg maar, om... Uh om dat uh, te beoordelen toch? Ja, waarmee ik voor de duidelijkheid ook dat de, zei ik daar niet specifiek, maar waarmee ik mezelf dus bijvoorbeeld ook al eigenlijk uit de discussie haal vanuit een rap perspectief vind ik persoonlijk dat objectief. Dus los van mijn gevoel erover en ik kan daar nu natuurlijk ook wat objectiever naar kijken omdat ik voor mijn gevoel met een stap in stap al verwijderd ben van die hele situatie, maar gewoon ik vind dat je als je kijkt naar Stix hoe lang hij al albums dropt en hoezeer dat nog steeds relevant is en dat hij eigenlijk pas heel kort geleden nog Ziggo Dome heeft gedaan, Avas heeft gedaan, alle grote festivals heeft gedaan. En nog altijd die crowd trekt, weet je, elke keer. Van, voor mij als van ja, hoeveel rappers doen dat? En dan kom ik eigenlijk op jou, De, ja. hij en jij. Ja. En ik bedoel, je hebt er nog geen Ziggo gedaan. Nee. Maar ik denk dat als we nu aankondigen dat jij vermogen integraal gaat spelen, dus gewoon. Uh, Weet je wat? <laughs> nee, ik wou net zeggen, what the fuck is integraal? Je moet altijd op Disney. What the fuck is integraal, man? <laughs> gewoon, achter, gewoon achter elkaar, gewoon het hele album. Stel je ah. voor dat je, zegt, dat je aankondigt dat je het hele album gaat spelen van begin tot eind. Dat is wel gek. In Paradiso of zo. Dan weet ik zeker dat dat kopen je uit in kort. Ja, dat is heel gek, man. Denk ik. Het zou wel lauw zijn. Ik denk het ook wel. Het zou wel echt hard zijn, ja, inderdaad. Hoeveel pokkers was hij? Vermogen niet zoveel, hè? 14, 15, 16? 16? Zoiets, man. Hoe was het anders, man, ook? Champie man. Ik moet altijd meteen aan Champie ook denken. In die tijd, hè? Ja. Ik ook, man. Aan Code Red. Ja. Aan Code, aan Code moet ik denken. En ik moet denken aan koos. En ik moet denken aan uh, jou, op een, jou op een BMX. En een rugzak. Still going strong. Still going strong. Stepje. Ja, man. Ja, dat, ja. Gekke tijd, man. Echt een hele gekke tijd, man. Hoe, je, hoe, hoe, heeft de, hoe heeft je dochter je veranderd in die zin? Ja, die, ik heb je namelijk onderbroken in je papa-dag. Waarvoor mijn excuses aan zowel je dochter als je babymoms als jou. <laughs> ja, <laughs> woensdag, papa-dag. Um, ja, elke woensdag, papa-dag. Heeft dat echt iets? Ik bedoel, je weet toch dat het cliché is of vaderschap verandert je en al die ja. dingen. Maar goed, bij jou of bij jou? Ja, bij jou. Je hebt dan ook nog, een andere, je hebt ook nog een andere rol. En die, denk ik, daar ben je altijd zo uitgesproken over geweest. Zo expliciet over hoe je dacht over dingen. Omdat je, hebt, je kunt jou terug vanaf je negentiende tot nu. Kun je gewoon eigenlijk jaar voor jaar elke keer horen wat je allemaal dacht. Ja, maar dat is ook, dat is ook hoe ik een album maak, man. Ik denk elke keer gewoon. Waar zullen, mijn, waar zullen mijn mensen nu zijn, man? Waar zullen mijn mensen nu zijn? Wat zijn hun nu aan het doen? Wat ben ik nu aan het doen? Wat is zeg maar. Wat is, in onze leven zeg maar uh, uh, zeggen dat vergelijkbaar mm -hmm. en daar ga ik over hebben. en sommige dingen die zijn misschien nog niet voor die, voor die mensen uh, uh, vergelijkbaar maar misschien een maandje daarna wel <laughs> je weet wat ik bedoel ook mm -hmm. bij de ene wel de ander niet en zo ontstaande discussies en kunnen mensen praten over muziek ook snap je? ik vind het veel toffer dat mensen kunnen ...discussiëren, over, discussiëren over, je, over je muziek... ...dan dat het zeg maar... Uh, ...gewoon geaccepteerd wordt dus, Nee, niet eens per se geaccepteerd, maar dat er ballonnen worden gedaan en... ...oh, weet je, je toch? Van die, uh, dat je helemaal niet zeg maar... ...you don't give a fuck about, about the music... ...zeg maar, je weet toch? En uh, dat maak ik ook soms. Base de bills, je weet toch? Maar albumwijs wil ik altijd wel shit maken... ...waar mensen voor willen gaan zitten... <coughs> ...en dat echt willen... ...beseffen of zo,